Hallo, ik heb de automower nu 2 weken en ik wil even laten zien wat het resultaat is van zijn maaicapaciteiten. Hij maait ongeveer 6 uur per dag en ik heb een best complexe tuin, dat zal ik even laten zien. Dit is grasveld 1, dit is grasveld 2, de fruitbomen, dit is grasveld 3, de 100 meter lange sprint, dit is grasveld 4, bij de schommels. Dit is 5, het zitje, achterkant. Dit is grasmat 6, de voortuin. Dit is grasmat 7, de klustuin waar de dakpannen nog liggen en de oude boerderij staat. Ik ben gek op gras, het ziet er heel mooi uit om het huis. Mooi groen, mooi natuurlijk. Normaal gesproken is het echt heel veel werk om alles te maaien. Het is ruim 2000 vierkante meter. De automower, ik heb de 430, doet het perfect. Maait mooi. Ik zie dat de gemaaide gras niet liggen. Ik heb zelf bijna geen werk aan. Het enige wat je zelf zou moeten doen is eigenlijk de kantjes. Want zoals hier liggen de dakpannen. En dan zie je dat hij er tegenaan stoot. En dan gaat hij weer omkeren. En dat randje, dat gras, dat krijgt hij dus niet weg. Ik zal het even laten zien. Zie je dat? Dat zou je dan zelf even moeten doen met een striemetje. En het geldt ook bij de tuin. Klein randje om de tuin, dat zie je ook soms nog. Ik heb de LED-verlichting uitgezet om de batterij te sparen. S'avonds gaat hij wel aan automatisch. Dat kun je allemaal via de app regelen. Ook kun je met de app heel goed zien waar die is en waar die heeft gemaakt. Met een complexe tuin is dat wel fijn en dan kun je hem makkelijk terugvinden. Soms staan. Ik weet niet waarom, misschien moet ik hem iets lager instellen. Verder ben ik super tevreden met de machine, alleen deze heeft hier tot nu toe een beetje moeite mee. Nou, het gras ziet er echt super gaaf uit. Dit is stam nummer 4. Het is een heel mooi, dikke, dichte mat. En ik heb geen mest gestrooid, ik heb er niks aan gedaan. Alleen maar maaien elke dag. Dat ziet er goed uit. Ook het gemaaide gras zie je er bijna niet op liggen. Dus geen gele plekken. Lijkt allemaal mooi groen.